Halloween, slijgserie, Halloween, deel 2, spookentocht. Meiden, joehoe. Huh, wat? Oh. Opstaan, iedereen komen, het is tijd. Klap, jongens. Oké, we komen. Zo. Lekker geslapen, jongens. En meisjes? Nee. Maar ja, jij bent niet zo griezeler, hè, Annie? Nee, inderdaad. Ik wil niet mee. Heb je pech. Oké. Ik ga nummers geven. En onthoud je nummer. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oké, allemaal verzamelen. Oké, iedereen heeft zijn nummers gevonden? Ja, mooi. Wie is de leider van deze groep? Miranda? Ja, oké. En wie van jullie? Ik vind dat Tara moet zijn. Oké, en Tara. Nou. Oké, ik denk dat de groep van Tara wel eerst kan. En dan mogen die groepen jullie straks. Ja? Ja, reuze leuk. Oké. Zo. Nou, niet klaar, jongens. Oh, we moeten weglopen. Ja. En waarom moeten wij nou hier eerst? Ben ik ook niet, Annie? Wow. Echt nacht, hè? Ja, wie had hier de zaklamp? Jij toch? Ja. Ik had de zaklamp. Mooi zo. Kijk, zaklamp. Wow. Oh jongens, ik vind dit echt eng. Ik wil niet verder hoor. Ik wil niet verder hoor. Echt niet? Nee, ik vind het echt eng. Annie, je schijt in je broek. Ja, dus? Wat? Nee, ik durf echt niet meer verder, jongens. Ik wil niet. Ach, we komen uit Holland. Nee, ik durf niet verder meer. Echt niet? Nee. Oké, we zijn nu wat verder, hè? Ja, echt. Ik vind het niet leuk. Annie, ga jij voorlopen? Oké, best. Hier, zaklamp. Shit, ik vind het echt eng. Kom op, Mickey Dicky. Mickey Dicky, kom op. Ah! Nee, nog meer. Nee. Please, laten we verder gaan. Kom op. Nee, ik wil niet meer verder, alsjeblieft. Nog meer spoken. Ah! Wauw, allemaal lichtjes. Ja, leuk. Nee, het is helemaal niet leuk. Ik haat spookentocht. Serieus. Ik haat het. Ik wil niet verder. Kom op. Ga verder. Nee. Ik ga niet verder. Zie je? Mickey Dicky denkt hetzelfde. Schijn eens bij. Nog een spook. We moeten deze route volgen. Echt? Ja. Deze route moeten we volgen. Ja, nou lekker dan. René wordt bedankt. Nou, vraag me af wat we nog allemaal verder tegenkomen. Ik ook. Nou, nee, niet weer. Hoe heet dat? Het wordt weer donker. Duh, we
we moeten verder. Oké, waar zijn we? Volgens mij moeten we hier weer schijnen. Nee, niet. Nee! Stil? Hoor dat niet. Dat is een kraai. Duh. Annie, zullen we jou voorop laten lopen? Je best. Dan gaan wij wisselen. Oké, zie je, maatje? Nee, ja, nee, schijn dus bij. Ah! Dit is echt leuk. Kijk, weer een lampje. Leuk. Ja, schijn eens. Nee, niet weer een spook, hè? Jawel, kijk dan. Ah, in mijn bloed. Nee. Shit. Laten we verder gaan. Zaklampje uit. Nou, nee. Nee, 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 nee. Kom op, we gaan verder. Dan, dus we moeten, die andere groep moet ook nog. Kom op, we gaan verder. Ik ga niet verder. Kom op. Kom aan, jongens, we gaan verder. Kom op, Thomas. Kom op, we zijn er bijna, we zijn weer bijna op de manege. Echt waar? Ja, duh. Oké. Oké. Schijnen? Nee, die is... Ah! 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 Ah, die is een scheidluis. Tara, zeg er eens wat van. Hou eens op, jongens. Oké, we zijn er bijna. We zijn er echt bijna. Ja, weer dat glasgeluid. Oké, we gaan verder. We zijn er bijna. Oké, we zijn aan het einde. Cool. Ja, eindelijk. Die hele marathon. Nee. Oké, hier gebeurt wat, jongens. Wat is dat? Huh? Wat is dat? Geen idee. Huh? Wat is dat? Wat? Daar! Daarboven, daar. Geen idee. Homer, Homer, jongens, we zijn er. Homer, jullie zijn al aan het einde. Jullie zijn al aan het einde. Dit was de spooktocht, dus ik hoop dat jullie het echt leuk vonden. Ik wel, maar Annie niet, volgens mij. Nee, zo te zien ook niet, nee. Haha, dat was echt grappig. Nou, ik zie jullie later weer. Oké. Nou jongens, dan zijn we er klaar voor. Om te griezelen. Ja, ik vind het leuk. Ik ook. Oké. Wauw, vet. Kom, lopen. Het is echt donker. Duh. We moesten spookjes zoeken. Ik zie hier wat in de verte. Ja, ik ook. Silas? Geluid. Oké. Wat doe je? Ik schrok. Waarvan? Daarvan. Waarvan? Daarvan. Oh, het eerste spookje. Leuk. En wij moeten het opruimen. Zo. Bang. Nou, dat was dus spook 1. Op zoek naar spook. Oké, dus bij ieder geluidseffect moeten we schijnen, toch, Miranda? Ja. Hoezo? Nee, gewoon, dat dacht ik. Oké, ik hoor niks. Onweer. Oké. Schijnen. Ah! Weer een spookje. Joris. Dit is leuk. Oké, die moeten we opruimen dus.
gaaf, dat lichtje daar. Ja, dat is cool. Laten we verder gaan. We zijn weer op weg, jongens. Oké, en nu? Weer wachten, toch? Totdat we geluidseffect horen, want dan zijn we er dichtbij. Stil, allemaal stil. Oké, jongens. Stil. Hé, ik hoorde het niet goed. Is er een geluidseffect? Ja. Hier moeten we schijnen. Daar, weer smoke. Hi, eens. Oké, leuk, hè? Leuk, jongens. Oké, laten we verder gaan. Dat is leuk. Op een grote paddenstoel. Jongens, ga niet zingen. Horen jullie dat? Wow, eng. Zouden we er al bijna zijn? Ja, kom, ga verder. Leuk, hè, dat de laatste groep op moet ruimen. Ja. Oké. Horen jullie geluidseffect? Oeps. Ja, moet schijnen. Daai, wow. Hey, leuk spookje. Ah, die is echt gaaf. Ik vind het echt cool. Ik ook. Dit moeten we vaker doen met Halloween. Ja, dat is echt zo leuk. Ja, dat is cool. Nou, verder gaan. Oké, we zijn nog weer bijna op de manege, hè? Ja, moet je horen. Ik kraaien. Leuk. Eng. Donder. Oké, laten we gaan. Auw, sorry. Kom ploppen. Yay. Ah! Hebben we bloedspook. Oké. Oh jee, hebben we bloedspook. Gaat het? Ja, het gaat wel. Dank je dat je het vraagt, Miranda. Oké. Ik schrok aan de hoedje. Ja, ik kan. Nou, volgende. Eerst ook weg en goed. Oké, we moeten bijna bij het einde zijn dus. Hé, wat ligt daar nou? En wat ligt daar? Oké, ik ga erheen. Daar! Dit is het einde van Auw. Dit is het einde van de spooktocht. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. We vonden het ook heel leuk. Oké. En wat vonden wij hiervan? Leuk. Ja, echt leuk, René en Renate. Ik vond het echt leuk. Aangezien dat ik echt heel bang ben aangelegd. Echt waar? Ja, ik vond het echt heel leuk. Ik ook. Het is echt heel erg leuk. Ik vind het ook zo gaaf. Ik vind dat we dit eigenlijk al vaker mogen doen. Echt? Iedereen mee eens? Ja? Nee? Annie zeker weer. Ja. Ik vond het echt ook teng. En dus zat ik ook nog op Mickey Dicky. Ja. Nou ja. Maar dus het is allemaal wel geslaagd. Ja hoor, het is echt heel geslaagd. Volgend jaar weer? Misschien verzinnen we dan wel een Halloween slaapfeestje. Met allemaal verkleed en zo. Ja, leuk. Maar even over het ponykamp. Ik denk dat we dat over een maandje doen. Want je moet even, ik pak even het opgavenlijst erbij. Kijk, zo.
De grote opgavenlijst. De grote opgavenlijst. Miranda, wil jij even naar voren komen? Zo. De lijst heb ik hier. En het gaat als volgt. AC rijdt op 4, als ik het goed lees. Ja, AC, klopt dat? Ja. Tara rijdt op Rosie, haar out of sore paard. Helemaal top. Stephanie rijdt op Arrow. Ja, toppie. Sunshine rijdt op Jannes. Oké, okay. Nou, dat vind ik goed. Maartje op haar eigen paard, Vitani. Altijd goed. Joris op Dancing Queen. Ja, oké. Okay. Ik rij op Silke. Olivia gaat op Lost. Klopt dat? Ja, mooi. En Mia op Lotus. Klopt dat? Ja. Oké, dan is dat geregeld. Zo, ik plak hem even terug. Is niet zo na. Oké. Dus, iedereen. Dus. Maar we weten dat we de strandrit niet kunnen doen, hè? Nee, dat weten we. Dat is jammer. Ja, echt wel. Dat is echt jammer. Nou, ik hoop echt dat we volgend jaar strandrit kunnen doen. Ja, ik ook. Nou, leuk. Dit was de video van Halloween. Fijne Halloween nog. En ik ga reëel nog even een leuke film kijken. En natuurlijk een griezelfilm. Ik ga me niet vertellen welke, want dan maak ik misschien de kleine kinderen bang. En over de spookjacht. Dat is natuurlijk grappig, want ik laat jullie even een stukje achter de schermen kijken laten zien nu. Dit hele gebied heb ik dus met de spookjacht heb ik dus gedaan. Ik heb voor echte effecten heb ik kaarsen gebruikt. Nepkaarsen. En ik heb even gediy. Ik had even een DIY'tje. En ik had opgezocht. En ik heb dus die zulke spookjes gemaakt. En dat is natuurlijk eentje met bloed. Niet echt angstaanjagend. Maar ik dacht, hè, voor de kleine onderhand. En ik heb nog... Dit is dan nog eentje. En ik denk dat ik deze eigenlijk wel vaker wil gebruiken. Want ik vind het echt... Ja. Om eerlijk te zeggen, ik vind ze aan de ene kant goed gelukt. En ik vind ze eigenlijk ook best wel leuk. En aangezien dat ze ook wel een beetje... overeenkomen met de Belleville. Vind ik het eigenlijk ook heel erg. Ik vind het zo leuk. Dus dit was even. Dit was dus de spoken. Dit was dus de hele mini-serie. Doei!